YouTube, welkom terug. We zijn nog steeds live. Het is vandaag 7 mei. We leggen alle vogels een ei. En wij gaan gewoon verder met Pokémon Soul Silver Randomizer. Ja, en op 11 jaar had het geregend, gehageld, gesneeuwd en de zon heeft ook nog geschenen, maar het was het allemaal waard. Even voor YouTube in de vorige aflevering. Ja, trouwens, het is livestream, jongens. Dan moet je gewoon part 1 kijken. Ik zit een beetje de serie wil volgen. Ik bedoel, het is YouTube. Dit is livestream. YouTube is dinges. Ik heb niet meer gewoon een random script. Ik heb een kijkers waar ik gezellig mee zit te kletsen. Dus random Pokémon tijd. Een mak. Noot, daar kun jij makkelijk aan, joh. Noot power. Noot hype. Noot. Oh, hij kan harder. Dat kan vervelend gaan worden. Push die A-button. Was laatste tijdens school week had pijn gekregen naar Zuidpantje geweest, maar het is hier nog warmer als toen. Nou, het blijkt nu ook dat Nederland het warmste land nu op dit moment is van Europa. En deze muk kent niks anders dan alleen maar harder. En poison gas. Hier heb ik problemen mee. Maar wij geven niet op. Poison doet iets van 2 schade, dus... Nee. Niet weer die stinkaanval. Ik zie het weer gebruiken dat we dus nou absoluut... Ik zie het weer gebeuren. Deze mech is trouwens een hele goede moveset. Eerst zoveel mogelijk... Of eerst de vijand gaan poisonen. En dan eigenlijk mudslap gaan spammen. Ach ja, Noot gaat er in ieder geval een level van omhoog. Oké, nou laten we zo snel mogelijk hier maar uitgaan. Ah nee, random encounter. B-Barrel, leuk je te zien, maar doei. Ik heb geen zin in jou. Ik bedoel, onze Pokémon is gepoisoned. Nou, was er los? Ach, de Pokémon is gejat. Regel nummer 1. Wie het ook gedaan heeft zal terugkomen. Oh, dan zie ik jou wel degene zijn geweest die het gedaan heeft. Nee! Ik heb er niks mee te maken. Die ene gast had rood haar en ik heb absoluut geen rood haar. Ik vind het wel grappig hoe dat hij zijn zaklamp alleen maar vast heeft op het moment dat hij naar beneden kijkt. En zo, hè? Dus. Ja, wij hebben zijn naam. Mumee! Jij stiekem een Pokémon-steler. Hebben we een E met een chickie? Zo'n chick-dinges? Want dat is eigenlijk zijn E die we moeten hebben. Zo'n speciale E, zoals je op Poké schrijft. Maar volgens mij niet. Mumee! I see. Zo, Mumee was his name. Mumee was his name. Objection! Hé, hey, we wisten allemaal al gelijk dat je in het begin al kan je Pokémon ooit feinten van poison als je aan het lopen bent? Nee, dat was alleen maar in de eerste en tweede generatie. Derde en vierde generatie is dat weggehaald en gaat de poison weg als je Pokémon nog 1 HP over heeft. En ja, wij hadden helaas geen antidotes, dus... En dat wordt nu uitgelegd door ze... nou leg ik het uit waarschijnlijk in de video, terwijl... Het is wel ingewikkeld af en toe op sommige momenten. Oké, nou, jij zal even kijken. Een ei? Een ei? Ik heb een Pokédex. Ja, wat leuk. Nu begint het spel eindelijk echt. Goh. Waar is Leroy als ik een advocaat nodig heb? Oké, dus nou kunnen we eigenlijk met de gym battles en alles gaan beginnen. Dit kan eigenlijk best wel grappig zijn, omdat op het moment dat we dus nou beginnen...
Ja, gymleaders zijn die gymleaders nog steeds wel, maar anders. Bijvoorbeeld, in dit spel is Falconer de eerste gymleader en die staat bekend vanwege zijn vliegpokémon. Maar door de randomizer hebben we dus geen flauw idee welke Pokémon dat hij zou hebben. Laten we wel even nog langs Ma gaan, zo van... Hi Ma! Ja, we're leaving. Ja, spaar ons geld maar op. Geef ons geld maar de hele tijd uit. Waarom ook niet? Kunnen we handige items krijgen. Spuug hier helemaal een computerscherm onder. Oké, als het goed is, zijn Pokémon nou geheeld? Nee, die zijn niet geheeld. Was er geen healer in de... hier? Volgens mij stond er hier een healer. Ja, natuurlijk wil ik eventjes mijn Pokémon healen. Was jij op de Dutch YouTube Gathering? Ja, dat was ik zeker. Beide dagen, als Mario en als Pokémon trainer. Dus, alleen ik heb nou mijn rode jasje niet aan, omdat dat is hier binnenshuis een beetje te warm. Als ik naar buiten zou staan, dan zou ik er weinig probleem mee hebben. Oké, we slaan eventjes het spel voor de zekerheid op. Want hij kan nog wel eens een keertje een goede glitch geven. In verband met de randomizer, dus daar willen we zeker voor uitkijken. Uit! Uit! Uit, mate! Ja, dat kan. YouTube-video die staat op mijn YouTube-kanaal, dus hartstikke gezellig. Ja, we kunnen wilde Pokémon vervangen met Pokéballs. Ik heb al een Pokémon gevangen. Hij loopt achter me. Hallo? Snol met soep in je haar. We hebben al een Pokémon gevangen. Je hoeft dit ons niet te laten zien. Ik bedoel, ik ben tenslotte een hele goede Pokémon-vanger. Ik bedoel, we hadden maar één Pokébal. Één timerbal. Dat was de enigste Pokébal die we hadden. En we kwamen deze Piplup tegen. En die Piplup, die lag daar. En wij dachten bij ons eigen van, nou, die Piplup, die kunnen wij wel aan. En natuurlijk konden we hem aan. En hier vinden we geen Rattata's. Alleen voor de tutorial hebben ze dat wel gedaan. Genevieve, onderaan staat mijn logo. Zelfde Play 20. Kun je op klikken. En dan kom je automatisch bij mijn kanaal terecht. Gewoon Zelfde Play 20. Hartstikke gezellig. De reden trouwens dat dit niet gerandomized wordt, heeft een reden. Dit zou namelijk heel erg fout kunnen gaan op het moment dat zij een ghost Pokémon tegen zou komen. Dan zou Tackle niks doen en dan zou ze dus geen Pokéball kunnen gooien. Dus ja, maar we hebben al een Pokémon gevangen. In een timerbal. Dus dit is overbodig, dit hoeft niet. Dit is zinloos en zo. Nou, jij hebt een Rattata, ik heb een Piplup. Zullen we even tegen elkaar gaan bellen? Kijken wie de sterker is, die Piplup of die Rattata? Maar goed, we hebben eindelijk Pokéballs. We kunnen Pokémon gaan vangen. Nou, we hebben nou dus twee watertypes, dus een paar andere types zullen wel fijn zijn. En komen we dus nou Eevees tegen, zorg ik ervoor dat we... Ik weet niet hoeveel Pokéballs wij ons hebben. En we hebben nog niet gekeken wat daar bovenin zit eigenlijk, dus... Bijvoorbeeld Seedot, die kun je zo tegen... Ik heb geen zin om een Seedot te vangen, echt. Waarom zou ik een Seedot willen vangen? Ik wil wel wat experience hebben, dat is wel handig. Maar nou begint het spel dus echt. Nu zijn we eindelijk... We gaan ook echt tegen trainers vechten. Trainers die kunnen nou, ik weet niet hoeveel Pokémon bij zich hebben. Bye. Volgens mij ben ik dan wel tijd... Ik hoop het. Oh boy. Oh, daar komt Elise. Ouchie. Ja, we hebben genoeg potions. Super, ja. Skyward Sword reference. Goh, meen je dat nou? Ik zeg altijd tegen iedereen dat ze soep in de raar hebben. Een vermicelli slieren. Nou, Noot heeft nog maar één leveltje en dan kan hij bubbel leren. En dan ga ik weer hun tail eventjes naar voren hebben. Want ik wil ze wel een beetje allemaal op hetzelfde level niveau een beetje houden. Dus... Laten we eens kijken wat voor Pokémon dat we naar boven tegen kunnen komen. En oeh! Het nadeel is wel... het nadeel is wel, daar kunnen we geen Gengar van krijgen, dus... Omdat we kunnen hem niet ruilen. Nee, ik heb hem niet vangen. De reden waarom ik hem niet ga vangen is gewoon heel simpel. We kunnen zijn laatste evolutie niet krijgen, dus...
Nee, sorry Wessie. Sorry. Not gonna happen. Nou, welke Pokémon kunnen we hier? Vampy! Shiny! Laten we gewoon een shiny. Shiny hype. Heb faith in de shiny. En wij komen tegen... een Cacnea. Nou, weet dat... hoe heet de andere beest nou? Zijn evolutie. Poison steen. Niet poisonen. Oh, for fuck's sake. Ah, weet je wat we doen? Kijk, niet even vangen. Waarom ook niet? We hebben gewoon een derde Pokémon. Eén. Twee. Drie. Klik. Goed, hoe gaan we Cacnea noemen? Dit is niet voor een giveaway, dit is gewoon voor de lols. Omdat dit wordt echt geen party member die ik er vast bij wil houden, maar... gewoon vangen, waarom ook niet? Hoe gaan we Cacnea noemen? Hashtag name en dan de naam inzending. Ga je gang. Wij knippen heel even naar voren, YouTube. Gewoon prikkert. Ik bedoel, komen nog genoeg Pokémon die we kunnen vangen, dus... Mr. Cactus. Nee, prikkert. We gaan gewoon voor prikkert. Maar, is er nou nog een andere Pokémon die we hier kunnen vangen? Ik bedoel, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Een Glameo. Een Glameo. Ik bedoel, we moeten natuurlijk wel eventjes kijken of hier geen Eevee zitten, hè. Dus, heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dus dat we hier alles afzoeken om te kijken of er dus hier misschien een Eevee zit. Plus je bent modder. OMG! Jongens, we hebben een Absol. Als het goed is, doet Bite niet zoveel schade. Maar ik denk dat we er het beste... Ja, we doen één Bite. Dat was niet slim. Ik wil een Absol in mijn team. Ik wil een Absol in mijn team. I don't care. Ik wil die Absol. Wij blijven hier al eventjes doorlopen totdat we die Absol tegenkomen. Ah, dankjewel. We hebben er weer een level 2. Robin, je bent te vroeg. Oké, dit kunnen we gewoon twee keer doen. Absol flinched. Ik denk dat ik deze namelijk wel voor een giveaway wil gaan doen, dus... Oké. Blijf zitten. Blijf zitten. Oeh. Volgens mij is de catch rate heel erg laag. Oeh, hij kent faint. Nice. Ik weet dat Absol een hele sterke fysieke aanvaller is, dus... 1. Oh, blijf zitten. We hebben maar 5 pokeballs. Oh, dit kan vervelend gaan worden, jongens. Oké, ik ken Scratch. Dat is ook decent. Dit kan vervelend worden. Kom op, blijf zitten. Blijf zitten. Blijf zitten, Absol. Absol hype. Absol hype. Ah, we hebben nog maar 1 pokebal. Please! Of moet ik echt naar de markt eerst terug en dan weer pokeballs kopen en... Ik wil een Absol in mijn team! 1, 2, oh. Oké, jongens, zou ik terug gaan voor een Absol? Of hebben jullie zoiets van, nee, ga gewoon verder met het spel? Ondertussen loop ik heel eventjes naar het Pokémon Center, want, ja. Absol heeft een catch rate van 30. Dat is laag. Dat is heel laag.
Maar ja, jullie mogen het zeggen. Gaan we nog terug om proberen een Absol te vangen of moet je gewoon doorgaan met het spel? Want het is geen Eevee, dus en Eevees die hebben prioriteit, dus ja. De naam die ik in gedachten had was wel heel toepasselijk voor deze geur. Ik denk niet dat je hem in een Pokéball vangt. Ja, dat is gewoon een kwestie van uitproberen. Dus Wesley zegt nee. Gewoon doorgaan dus met het spel. Wesley, je punt was duidelijk. Niet spammen alsjeblieft. Nee, één nee is genoeg. Ik zeg één nee versus één ja. Vind je nee, jongens? Een beetje challenge kan geen kwaad. Het is randomizer. Natuurlijk is het een uitdaging, hè? Dus ik heb één nee tegen één ja. Ik moet sowieso pokeballs vangen, dus ik hoor het wel. Ga ik even pokeballs kopen? Hallo! Wat doe hij niet? Pokeballs! Ik wil toch sowieso 10? En nou kan ik er geen 2 meer kopen. Kan ik iets verkopen misschien? Ik heb die black belt die ik nooit zou gaan gebruiken. Dus die kan ik... Hoeveel krijg ik daarvoor? 50. Nee, dat is niet waard. Pokeball, potions. Ik heb nog geen TM's. Ik heb geen berries. Ik heb niet dat. Nu wil ik hem dat je hem vangt voor die naam. Goed. Dan pakken we er nog 7 pokeballs bij. En dan gaan we gewoon hopen tot we het beste... Gaan we gewoon op het beste hopen. Maar ik ga niet al mijn pokeballs eraan verbrassen. Dus we gaan gewoon netjes terug. We lopen terug. En we gaan hem proberen te vangen. Ik bedoel, hij is level 2. Dus dan zou het best wel decent zijn om hem te vangen. Dus we gaan het gewoon proberen. Waarom neem ik de ding niet mee? Oh, mods mogen natuurlijk wel meedoen met de giveaway. Ik bedoel, serieus, jullie houden de chat en dan zouden jullie niet mee mogen doen met de giveaway. Dat zou wel heel flauw zijn. Tuurlijk mogen jullie meedoen met de giveaway. Alleen van Mumei weet ik al dat die Pokémon X en Y of Omega Ruby Alpha Sapphire niet heeft. Dus ja, die zal dan geen code inderdaad ontvangen. Dus, oké, hier hebben we een Absol gelijk gevonden. Wat heb ik gemist, jongens? We hebben 3 masterballs gevonden. In zijn lead rent. En ik heb mijn pet niet achter tevoren gedaan, hè. Dat hoort bij Pokémon, hè. Dan moet je zo je pet zo. Oké, als het goed is overleeft hij dit. 1 HP. Oké, we geven eerst de primebal. Hij heeft volgens mij nog 1 HP. Level 2. En hij schudt niet één keer. Oké, pokeballs. Ik bedoel, je kunt ook legendaries in pokeballs vangen. Oh boy, dit gaat lastig worden. Oké, we gaan... We geven hem... Nog 10? 10 pokeballs. Eén. Ah. Dus ga ik gewoon naar de chat kijken. Weet je wel, we geven gewoon alle pokeballs. We geven alles wat we hebben. Eén. En als je denkt dat een knoppencombinatie of iets werkt, dat is allemaal flauwekul, jongens. Die schudden niet één keer. Verdomme, Mark. Verdomme, daar doen we niet moeilijk over, hè. Ik heb liever dat we verdomme zeggen als iets anders. Zo streng zijn we ook weer niet, Robin. 1, 2. Kom op. We hebben er nog 12. Eén. Twee. Kom op, we kunnen dit. 1, 2, 3, 5. Yes! Yes! We hebben Absol!
Yes! Oh! Disaster Pokémon! Ik vind het wel grappig hoe dat de Pokédex nog absoluut geen idee heeft welke Pokémon dat het is. Oh. Ja, we geven een nickname. YouTube, ik knip er heel eventjes naar voren toe en dan zien jullie de nickname van eigenlijk verschijnen. Dit kan dus voor een Pokémon giveaway code zijn. Dus, hashtag name. Spatie, de nickname die je Epsil zou willen geven. Ik ben nieuwsgierig, jongens. Op Jaxel! Ah, die is geniaal. Oké, nou, we weten dus welke Pokémon dat we hier dus tegen kunnen komen. Objectional, oftewel dus, als dit er weer eentje is, dan gaan we... Dat is een... Dat is die... Dat wordt dus... Nee, dat wacht. Wordt dit nou een Salamence? Wordt dit nou een Salamence? Is dit niet die draak-Pokémon? Oeh. Ah, oké. Geen bite tegen doen. Ik wil een bacon. Oké, dan moet ik heel eventjes mijn Pokémon even swappen. Prikkert die kan wel heel eventjes er dan in. Nee, wacht, daar wachten we nog heel even mee. Bacon is eh. Ah. No. Maar geen evoluties. We komen hier in één keer heel veel Pokémon tegen, jongens. Wie is dit? Weet je wat? We hebben hier op deze route hebben we, nou, we hebben hier een Pokémon gevangen. Het is leuk dat we Bacon daar tegenkwamen, maar we willen het niet... we komen nog veel meer plekken voor Pokémon tegen. Dus, en we hebben al een aardig team bij ons. Dus ik bedoel, we hebben Prikker die ik heel erg snel eigenlijk in de PC wil hebben. En... weet je wat? Prikker... Ja, waarom heb ik jou überhaupt gevangen? We hebben dan een gasttype. Waarom heb ik jou überhaupt gevangen? Waarom heb ik überhaupt een Pokéball aan jou gespeeld? Dat is Pokémon Randomizer. Ja, ik weet het. Ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben. Hashtag name Vleespiece. Ja, als het bacon was, dan had ik hem al sowieso bacon genoemd. Dat is nogal logisch natuurlijk. Maar ik wil toch een beetje verder de routes ingaan, dus... Ik moet even gaan, maar ik ben zo weer terug. Tot zo, Mumee! Ik blijf nog wel even doorstreamen, ik vind het hartstikke gezellig. En wij komen sowieso dadelijk bij onze eerste gym battle, dus Je zei, wat is dit? En mijn antwoord was, Pokémon Randomizer. Oh ja. Ja, sommige Pokémon, ik ben niet echt bekend met vierde generatie Pokémon. Dus sommige vierde generatie Pokémon kunnen echt voor mij zoiets zijn van... Houndoom! Gaan we die vangen? Nee. Een level 3 Houndoom leert waarschijnlijk geen ene drol meer. Tot hoe laat gaat dit door, denk je zeker? Totdat ik op stop streaming druk. Is bij mij altijd random. Hoeveel energie dat ik nog heb. En ik vind het tot nu toe eigenlijk nog hartstikke gezellig, dus zo, een beetje experience, altijd handig. Want wij gaan namelijk naar onze eerste... Wat is dat? Ik heb geen idee wat het is. Yeah.
Oké, ik ben met een special attack bezig. Hartstikke leuk voor je. Wat is een Cherim? Ik hoop dat hij geen aanvallen kent. Want hij is nou heel erg grof aan het spammen. Dus als hij een special attack kent, dan hebben we een probleem. Nightstream confirmed. Het is een Gen 4 of 3 Skybeest. Ach ja, Noot Noot die heeft bubbel geleerd. Dus we hebben nou een wateraanval. We hebben nou twee wateraanvallen. Maar ik denk dat eigenlijk onze... Objectsol wat meer experience moeten gaan geven. Ik bedoel, Objectsol! Hij is op zich een hele goede Pokémon. Dus laten we daar even mee beginnen. En we hebben onze eerste random Pokémon trainer die we dadelijk moeten gaan verslaan. Dus dat wordt spannend. En vergeet niet, Curlia, die wou we eigenlijk ook vangen. Want dat is een mannetje, dus daar kan een... Oh boy. Als we dubbelteam gaan spammen, dan wordt het al een lastig iets. Maar ik weet dat dit is een... dat kan een Glade. Wow. Oké, dan moeten we dus zo snel mogelijk een Pokéball naartoe gooien dan. Vervelend. Oké, random Pokémon battle, here we go! I just lost, I'm trying to find my Pokémon. Wait, you look weak? Come on, let's battle! Ik heb Objectsol bij me. Of moet ik zeggen Objectsmall. Ik ben benieuwd, welke Pokémon heb je? Je hebt een Starly. Wauw. Van alle random Pokémon die je had kunnen hebben, heb je een Starly. Weet je waar we doen gewoon feint? En het feint weer veel. Auw. Objectsol! Die had je makkelijk aan moeten kunnen. Valt me tegen Objectsol. Foei, shame on you. Dan maar naar Jaagstaart, onze starter. Bijt hem. Yay. Dit gaan wij zo makkelijk winnen. Nou schijnt de zon hier recht in mijn ogen. Lekker, joh. Komt dat maar recht door een raam heen. Dus ik schep even een stukje op. Dan heb ik de zon in mijn ogen, jongens. Ugh. Krijg je nog niet eens experience daarvan? Gelijk een critical hit. Nee, dan ga je me elke seconde bellen van hoe awesome dat je Rattata is die je nou niet hebt. Dat gaan we gewoon niet doen. Goed, welke Pokémon heb jij dan? Je hebt er ook één? Oh, je hebt er twee. Kabuto! Nou, die moet op Jaxel wel aankunnen. That's not very effective. Objectsol! Kom op! Starly's attack is op level 4 super hoog voor een low level Pokémon. Dus ja, en Absol heeft een beetje slechte defense in het begin. Daar kom ik achter, ja! Nou ja, we kunnen Whirlpool wat doen, maar... Ja, trouwens, deze is nou zijn defense aan het omhoog gooien. Tante Kabuto. Geodude. Nah, die maken we zo wel af. Van alle Pokémon die je kunt hebben, is dit niet echt heel erg random, jongen. Ik had wel Legendaries verwacht op dit punt of zo. We hebben nog een Legendary tegengekomen, of Eevee. Dat ben ik eigenlijk best wel... Dat van Eevee vind ik eigenlijk best wel jammer. In mijn testfile ben ik in de volgende route ben ik mijn eerste Eevee eigenlijk tegengekomen. Ja, dag. Je hebt verloren. Ga huilen. Doe iets gewelddadigs. Hi, jij bent geen trainer, maar als we er eentje in de ogen gaan kijken, komen we een bug trainer tegen. Instead of bug Pokémon, I found a trainer. Volgens mij ben je nog geen één bug Pokémon tegengekomen. Dat is geen bug Pokémon. Dat zijn cheats. Je kunt helemaal geen Piloswine hebben op level 3.
Prickert is geen goed idee, dus doe maar Jaakstaart. En vergeet niet, Prickert, die doen we toch dadelijk ergens in een PC, dus. Dan weet ik dat Piloswine ook op grondtype is, dus dit zou effectief moeten zijn. Juist. Insert Legendary. Nou ja, we zijn op Jaxel flink aan het trainen, dus dat komt wel goed. Geen zorgen daarover. En we maken het af met het. Kan hij echt pack leren? Oeh. Oké, okay. Maakt niet uit. Op Jaxel is level 3. Op Jaxel is level 4. Op Jaxel heeft leer geleerd. Tuurlijk kan dat wel. Zie je toch? Een Arbok. Ja. Jaxel? Doe je hebt nou experience? Scratch. Heel veel Pokémon tips hier, echt handig. Ik ben eigenlijk alleen maar een beetje wat ik heel veel weet van de evoluties. Oh boy. Geen poison, geen poison, geen poison. Oh, critical hit! Absol, ik ben heel erg tevreden over je. Ik bedoel, sorry, op Jaxel. Maar we geven dit heel eventjes aan Noot. Eigenlijk best wel grappig, omdat we erachter zijn gekomen tot we hier ook wel daadwerkelijk Arbok tegenkwamen. Dus. Oh, dit doet eigenlijk best wel goede schade. Objection. Nee! Op Jaxel is level 5! Ik vind die nicknames leuk, jongens. Echt leuk bedacht. Dankjewel daarvoor. You're too strong. Ik weet niet, is het nou wel waard om. Ja, ik vind dat op Jaxel wel een potion verdient. Ik bedoel, zoveel potions hebben we niet. Ik heb een Pokémon Ei en level 30 Machoke in GTS gezet en heb net een level 1 Shiny Ampharos gekregen. WTF! Ik heb ook een tip. Zorg ervoor dat je Pokémon hebt, anders lukt het niet. Zorg ervoor dat je Pokémon hebt. Zorg ervoor dat je Pokémon hebt. Volgens mij is het heel belangrijk dat je Pokémon hebt. Nou ja, Jaxel die krijgt even een potion en die mag dadelijk weer proberen te verder. Maar wat deed Feint nou eigenlijk voor aanval? Was dat niet eens als laatste was of zo? Maar ik heb wel even die beschrijving zien, want. Even kijken. Ik heb geen flauw idee. An attack that hits the foe using protect or detect. It also lifts the effect of the moves. Oftewel, die werkt alleen maar als dus een. Sterker nog, zonder een Pokémon kom je in deze stadje niet uit. Nee, klopt. Maar Feint werkt dus alleen maar op het moment dat je dus een Pokémon Protect of Detect gebruikt. Maar goed, in mijn testfile, daar wil ik het met jullie over hebben. In mijn testfile is dit de locatie geweest waar ik dus de eerste Eevee tegen zou komen. En zou het dus hartstikke leuk zijn om dus hier nou een Binary level 4 tegen te komen. Bunny! Aww. Bunny! Een bunny no splash! Bunny no splash! Mumee zou dat zo'n leuk konijntje vinden. Dat is echt een konijntje voor Mumee.
Waarom vang ik hem niet? Nee. Ik zoek andere Pokémon. Maar ja, wat komen we hier nog meer tegen? Melon is een lief konijntje. Die zou ook nooit pijn doen. En... wauw. Oké, laten we Feint proberen. Hier, Feint werkt niet. Oeh, Vine Whip. Ik heb toch een special defense. Die is 6. Op Jigsaw, dit kun jij winnen. Critical, is dit genoeg? Juist. Dit geeft nog heel erg veel experience. Daar doen we het voor. Please insert Eevee. Vergeet niet, het kan Eevee zijn, maar het kan ook al gelijk een evolutie zijn. Een Jigsaw is al gelijk naar level 8 geschoten. Zat er boven nog een gras? Nee toch? Oh, random Pokeball. Wat is het? Een Lepaberry. Had ik die niet uitgezet? Ik had uitgezet dat je geen berries meer kon vinden. Ah. Oh nee, Lepaberry. Dat herstelt PP, dus dat is eigenlijk een useful berry. Never mind. Oké, we geven nog 5 random encounters. Kijken wat we tegenkomen. Dus we hebben Victory Bell, we hebben een Binary, Geodude. 5 encounters. Dialga! Random Dialga! Vang hem! Oké! Gaan we het gewoon proberen. Het probleem is, dit doet niet erg veel. Jaagstaart, kom ik er even in. Ja jongens, ik ga mijn best doen. Maar vergeet niet, we hebben alleen maar pokeballs bij ons. En hij doet best wel veel schade. Whirlpool misschien iets meer. Oh, kom op. Niet weer die onzin. Whirlpool gewoon raken. Oh. Oh, fijn. We zijn paralyzed, hoor. Oh, kom op. Ja, staat serieus. Jij gaat zo de PC en ook op een starter, het maakt me niet uit. Weet je, is niks effectief tegen hem? Waarom werkt niks tegen hem? Noet. Dus water, normal, dark.
Oh nee, wacht, we hebben geen dark aanval. Jawel, we hebben bite gedaan. Wat werkt goed tegen hem? Ik wil schrijven aan mijn broek, maar dit is interessant. Nou, ik weet niet waarom dat het interessant is hoor, maar ik wil niet heel erg rot doen, maar hij doet heel de Dragon Breath en ik weet nog niet eens wat ik... Oh boy. Ik weet dat het not very effective is. Maar ik wil hem gewoon een red health hebben en pokeballs tegen dat gekke beest aan gooien. Oké, hij is in red health. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon pokeballs gooien. Gooien. We hebben de team. Ga je gang. Dus. Iets zegt mij dat het hem niet gaat worden. Maakt niet uit, Noot Noot. Eén. Twee. Ik dacht even voor een seconde dat we hem daar hadden. Oh boy. Dit gaat niet lekker. Die is ijzerdraak. Ah, dat verklaart een hoop. Nee, de maat van mij die zei al dat iedereen met randomizers constant met Nuzlocke bezig is. En tot het wel een keertje leuk zou zijn om dit voor fun te zien. En kom op! Ja! We hebben een legendary! We hebben een legendary gewoon met een pokeball! Gewoon geen aandacht besteden aan... Maar ja, het probleem is, ik wil dit wel interessant houden. Dus ik wil niet eigenlijk een legendary in mijn team hebben. Dus we hebben hem gevangen, we gaan hem een nickname geven. Dit is for fun. Dus deze gaat geen code giveaway erbij krijgen. Maar ja, gewoon om een legendary te vangen, dat is gewoon leuk. Maar we gaan geen legendaries in ons team hebben. Now it's prime time! Sorry, ik moest daar gewoon heel eventjes een... Chronicles, ja... Moest gewoon. Sorry. Primetime it is. Dus nou, ik weet het in verband met... ik heb Pokémon Mystery Dungeon gespeeld. Bedief! Ik heb Mystery Dungeon gespeeld en in Mystery Dungeon daar... Explorers of Time, daarin wordt dat een beetje uitgelegd. Dus vandaag... Nou, ga jij nog eens eventjes wat extra... Het grappige is, we kunnen dus nog steeds die... Ja, legendaries daar oneindig tegenkomen. Maar nogmaals, ik wil niet echt legendaries in mijn team hebben, want dat is te overpowered. Dus dat gaan we dus niet doen. Dus, goed. Wij moeten nu zo snel mogelijk naar dat Pokémon Center toe. Anders ben ik bang dat we geld kwijtraken en we hebben heel veel geld nodig. En we komen hier een Jerefrek tegen. Ah, die ken jij wel aan. Zolang jij geen stom kent, tenminste. Of Astonish. Nou ja, dat doet niet zoveel. Objectsel! Elke keer als hij sketch doet, Objectsel! In plaats van zo wijzen, doet hij gewoon. Objectsel heeft Taunt geleerd, dat kan wel handig zijn. Maar ja, aan de andere kant. Bye bye! Ik moet naar het Pokémon Center. ASAP. Luister, Lyra. I knew it was you, ZB! Leuk, ik moet naar het Pokémon Center. How did you get past me? There's something need for surprising me, ZB! Dank je. Daar heb ik al mijn hele leven op zitten te wachten. Ik bedoel, het is niet dat ik hier nou even met een 3DS open ging klappen en gewoon even willekeurig met iemand kan gaan battelen. Dankjewel. Ik moet naar Pokémon Center. ASAP. Ik bedoel, we hebben Belfout Tower waar we dus rekening mee moeten gaan houden.
Oké, we hebben dus 5 Pokémon, waarvan 2 Pokémon dus niet gebruikt gaan worden. En het geluid valt in één keer weg. Wauw. Jongens, geef me heel eventjes een seconde. Ik ben zo terug. Als het goed is, werkt alles weer. Sorry daarvoor. Oké, nou. Dus de Pokémon die we niet mogen gebruiken, die gooien we gelijk eventjes netjes in de box. Dus het is heel leuk dat we Primetime hebben, maar die mogen we dus niet gebruiken. Dus die gaat als gelijk. En laten we die eventjes in een speciale box gooien. Laten we die in box 18 gooien in verband met dat een Legendary is. En ja, ik weet niet waarom dat we dus prikkertje hebben gekocht, gevangen. Dat we daar een Pokémon aan hebben, tot we daar een Pokéball aan hebben verspeeld. Maar die gaat dus ook gelijk de PC in. Dus dat zijn de Pokémon die we niet willen gaan gebruiken. Even kijken, gotta go. Tot de volgende stream. Doei bestie, was gezellig dat je er was. Hartstikke leuk. Oké, nou we hebben in ieder geval onze Pokémon geheeld. Dus we hebben de Bellsprout Tower waar we nou naartoe moeten gaan. Dus dat kan ook interessant worden. En we zouden naar school kunnen gaan, maar niet dat je daar echt iets boeiends van krijgt. Dus daar heb ik ook weinig zin in. Wat ik ook weet is dat we een escape rope moeten gaan kopen. Omdat dan kunnen we 4 random items krijgen. En die 4 random items, die kunnen dus heel erg nuttig worden. Het werkte bij ons de hele tijd al. Maar bij mij werd het in één keer tot het in één keer heel doodstil werd. Pokeball. Nee, we kunnen nog geen escape rope hier kopen. Dat kan later pas. Oké, wachten we nog heel even mee. Dus we gaan gewoon naar Bellsprout Tower. En we zien wel wat voor random items dat we daar tegen gaan komen, noem maar op. Maar even wachten, want ik zie dat we alweer een uur op deze opname zitten. Dus ik denk dat ik dat mooi bewaar voor de volgende aflevering. Dus welke Pokémon gaan we hier tegenkomen? Welke trainers, welke Pokémon zullen de trainers bij zich hebben? Welke items gaan we hier vinden? We zien het allemaal bij de volgende aflevering op YouTube. Wij streamen nog gewoon even lekker door. Ik dank jullie voor het kijken op het leukste momentje. Laat het weten in de reacties als je er natuurlijk tijd voor hebt. Laat een like achter als je er natuurlijk tijd voor hebt. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Livestreams die zijn te vinden op Twitch. ZeldaPlay20, link staat in de beschrijving onderaan waar je op kan klikken. Klik op de follow button en je zult automatisch bij een livestream aanwezig kunnen zijn. Op het moment dat we live zijn, dan krijg je namelijk een berichtje hoe dat tot we live zijn gegaan. En update volgen via Facebook en Twitter. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende aflevering. Doei!